Dag, we zijn vandaag weer bij het nieuwe Klimaatjournaal. Of toch niet? Verdient u ook goed geld? Nee. Nou, dan ga ik even naar een andere. Goed? Oh, maar hoe is het dan om zo iemand te zijn? Hoe voel dat? Ja, ik weet niet. Je bedoelt als rijke mensen hier wonen. Ja, daar hoor ik niet bij, sorry. Nou, daar kan ik me niks bij voorstellen. Volgens mij zit hier dat een beetje... volgens mij klopt dat niet. voor jou een vraag, voor mij een beetje. Een arbeider bent u? Ik kom uit de zorg. Ah, dat is helemaal niks. We zijn op zoek naar een arbeider, jongens. Hé, de zorg is uit de zorg. Ik krijg ook gewoon minimumloon. Ik denk dat het ook gewoon belangrijk is om bijvoorbeeld hier minimumloon te verhogen. Weg voor 14. Maar dan krijg jij extra geld? Nee, dan krijgt iedereen Is dat even lekker? Nee. Krijgt hij extra geld? Ja, want Crea, dat verdient zeker heel weinig. Ja, weet je, verder heb ik er ook niet zoveel om te zeggen. Jij wil gewoon meer geld? Nee. Nee, dat wil gewoon een hoger loon. Nee. Ik wil niet meer geld, ik wil gewoon een hoger loon. De zorgwerker heeft nooit geen eelt op mijn hand. Dan ben je ook geen arbeider. Ik ben arbeider. Discriminatie. Wow. Wij zijn net zo goed arbeiders met een zwaar beroep als bouwvakkers of mensen in de metaal. Ik vind dat jij nu discrimineert. Maar waarom? Ik schreef ook zelf eerlijk toe dat ik ook geen arbeider ben. Wij zijn wel arbeider. Arbeiders moeten toch werken? Uiteraard kunnen arbeiders ook niet werken. Ja? Wat is nou het grootste probleem? CO2 of koolstofdioxide? Beide. En wat weet je van het ene en wat weet je van het ander? Niet veel, alleen dat beide sowieso milieuvervuilend zijn. Ja, het is ook hetzelfde, dus dat klopt. Dat heeft u goed. Het is vandaag de dag voor de arbeider. Ja, dat klopt. Nee, dus dit moet toch dan allemaal opgeflikkerd worden? Vandaag even geen klimaat, jongens. Geen klimaat, hè. Jongens, volgens mij hebben we hier een arbeider gevonden. Eind. Kunt u zwaaien in de camera? Ja, ik zwaai wel even. Jongens, allemaal even met een eelt laten zien en dan zo. Zo, hier heb je mijn eelt. Heel goed. Op mijn linkerhand ook. Ah, dit is door studenten gekraakt. Dit huis hierboven. Anders ga je even... Ik heb geen zin in. Maar ik bedoel, je hebt natuurlijk, je staat er wel achter wat je doet, toch? En dan kan je dat toch ook verantwoorden? Ga je gewoon eerst even overleggen? Hé, pas eventjes op, zeg. Ga je gewoon laten terugkomen, ja? Geen geweld. Ja, ik wil ook wel eens wat. We moeten even... Wij maken hier nieuws over iets wat u aangaat. U zou toch gewoon uw verdrag moeten kunnen verantwoorden? We moeten gewoon eerst even overleggen, in plaats van direct zo die camera in mijn plek zetten. Het is de openbare ruimte. Waarom is er altijd een probleem als we krakers filmen? Meneer, wat doet u? Wat doet u, meneer? Nou, wat doe je zelf? Waarom is het altijd een probleem? Waarom is het altijd fysiek? Waarom is het altijd... Je me niet wil filmen. Waarom niet? Je gaat mij gewoon filmen. U zou toch gewoon moeten kunnen instaan voor de daden die u verricht? Ga dat ding kapot slopen, hoor. Als je niet dat kan helemaal niet. Dat kan makkelijk. Let maar op. Zo. Eén schop, maar meneer, waarom is het altijd een probleem? Waarom wordt het altijd fysiek als we krakers interviewen? Door met die fucking microfoon in mijn bek. Het gaat om het feit dat u iets doet wat natuurlijk gewoon niet mag. En dat weet u donders goed. Flikker op, man. Wat is er nou, meneer? Flikker op bij mij. Kijk, we moeten toch gewoon het nieuws maken. Man. Je bent gewoon ruzie aan het zoeken nu. U loopt naar mij toe. Ik moet mezelf verdedigen, joh. Ja, omdat dit is toch geen houdbare situatie? Wat u hier aan het doen bent is toch geen houdbare situatie? Flikker op met dat ding. Daar ben je weer, hè? Wat een gezellige boel, joh. Hoe is je daarboven? Ja, is een beetje genieten. Toch gratis wonen. Kijk eens aan wat jullie allemaal krijgen. Oh, jammer. Wat is het? Gast, pak je daar zomaar iets af? Ja, bijna. Gast. Mag ik hem eens? Wat wil je hebben? Ik wou je microfoon even lenen. Waarom? Wil je dat ook gaan jatten? Ja. Ben je niet opgevoed ofzo? Nee. Hé, waarom doe je nou zo flauw, zeg? Als je een tik op je neus wil, moet je ze doorluiden gaan. Maar het is toch ook mijn huis, als het ook van jullie is? Ik bedoel, het is nog niet meer van jullie dan van mij. Dan wil ik ook wel wat vastgoed in de stad, als jullie dat ook zo makkelijk krijgen, toch? Hoe laat is het solidariteit? Hoe laat is het? Solidariteit. Hoe laat is het? Solidariteit. En waarom mag ik er dan niet in? Hoe laat is het? Solidariteit. Hoe laat is het? Solidariteit. Ja, wat bewegen jullie zoal om hier in een miljoenenpand te gaan zitten? Dag mevrouw, ik sta hier. Achter u. Gaan jullie een mooi diner klaarmaken voor vanavond? Mevrouw, we worden binnenkort buren. Ik ga hier ook in de buurt wonen. Ik wil dan in ieder geval minimaal weten wat voor mensen er bij mijn huis komen. You're filming underage people, but we're underage. Want to be filmed. You can't film harassment. That's not harassment. We just want to. You're harassing a group of 4 women. You understand? You're harassing a group of 4 women. Why do you want to squat this house? Do you like this? This house is like millions worth. What you're doing is illegal. You're harassing a group of 4 women. You know what you are doing is illegal. What you are doing is illegal. You are squatting a house from millions. Of 4 women that do not want to be followed. You are harassing us. We can call the police together, maybe. Is that okay? The police was here yesterday. We're not afraid of the police. Maybe you should be afraid of the police. Should we call the police? Call. And then we see who is doing something illegal now. Do you have a phone? Can you go away? Like normal people have to work 50 years for this house, and you just come in and pay nothing. Can you go away? You're harassing us in front of our house, and you're filming a group of underage women. You are going to tell me what a crime is? Of course. This whole house is one crime. This is my house. I'm not going to go away. This is not your house. This is... You know, you even don't know the owner of this house. Can you leave? Dag, dag. Een hele goede morgen. Hi, goedemorgen. Want dit is voor buitenlandse studenten, maar... ben jij een buitenlandse student? In Hartwell. In Hartwell? Ja. Mooi. Hier? Kijk. Dag, dag. Daar zijn we, dat is... Maar ze deed dat om CO2 te verminderen, alleen dan gaan er 20 man voor haar met het vliegtuig toch naar New York toe. Is dat niet een beetje zonde? Ja, vind ik wel een beetje framing wat je nu doet. Ik vind dat ze het goed doet. Aan jouw uiterlijk te zien, hoor je bij de club die zich noemt het Forum voor Democratie. Maar zou ik even iets mogen zeggen? Voordat u het verder gaat, want daar word ik heel boos van. Mijn kleren zijn allemaal handgemaakt in Italië. En uw kleren met al deze synthetische stofjes worden gemaakt door allemaal kleine Gretaatjes van 13. U heeft niet eens eigenlijk onderzoek gedaan naar wat u draagt. Ik wel. Handgemaakt in Italië. Ja, lekker toch? Oprotten. Oh, wat is er? Weg, gast. Weg. Niet die camera in mijn gezicht. Ja, ik sta erop. Oprotten. Nu. Luisteren. Weg. Luisteren. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Serieus, jullie zijn zo'n ontzettende onprettige organisatie. Serieus. Maar kunnen we dan even uw kant van het verhaal... Nee, natuurlijk niet. Oké, dan is het toch simpel. Zij schrijft haar speech niet zelf. Zij is met de zeilboot naar New York gegaan. Ja. 20 man hebben daarvoor in het vliegtuig moeten zitten. Mm-hmm. Ik bedoel, het is toch allemaal wel een beetje... Discutabel. Discutabel, toch? Ja. Zij stoot meer CO2 uit dan het gemiddelde meisje wat hier rondloopt. En zij zegt dat haar toekomst vernietigd wordt. Maar u weet net als ik dat in Scandinavië zij kans maakt op het presidentschap over een aantal jaartjes. Ja, maar goed. Wat ik een beetje jammer vind is dat... Reageer dan al. Nou ja... Ja, kijk, nee, laat maar. Je hebt 1200 in de maand te besteden. Ja, ruim 1200. Ja, dat geef ik dan uit in een avond. Gewoon, dan ga ik ergens lekker eten. Ja. En dan ga ik daarna drinken, dit en dat. Dan werk je niet, hè? Doe je geen baan, ook nog eens te lui om fysieke energie te verrichten. Ga je maar zo staan en vanzelf spieren krijgen. Zoiets, ja. Nee, wat goed. Ga jij maar lekker... veel plezier. Ja. Ik ga maar even heel veel drinken, denk ik. Want ik slaap alleen vanavond. Jelo Sonnema. Weet je wat we doen? Ik doe 2 glaasjes. Als ik raak, dan drink jij. Als ik mis, dan moet ik drinken. Ja, is goed. Is dat lekker? Zo is het. Gaan we nog een keer. Oh, wat lekker. Nu is het eindelijk gewoon echt ongegeneerd zuipen. Ja, zeker. Echt helemaal naar de kloten gaan. Doet er nog iemand shotjes of niet? Nou, anders ik wel. Oh, huur. Oh ja, lele. Ik voel me plotseling zo. Oh ja, lele. Oh, kut. Ja, ik moet zeggen, ik heb ook al best wel zin in drank. Nou ja, hou jij deze microfoon dan even vast, dan maak ik voor jou mijn cocktailspecialiteit. Mag ik de microfoon vasthouden? Gaan we even wisselen van beroep. Dat heb ik altijd al een keer willen doen. Hij ziet er op zich niet slecht uit. Nee, zeker niet, zeker niet. Ik zou er misschien wel 2 nemen. Wil jij maar eens eerst proeven? Ja, is goed. Nou, zeg niet te suipen. Ja, ik vind dat wel lekker, die sterke ginsmaak. Ja? En dat ging bij jou volgens mij gewoon even om alcohol lekker... Ja, inderdaad. Lekker toch? Ja. Ja, nou, dat is iets anders. Jij bent... Ik vind gewoon een lekker drankje lekker. Drankorgel en ik ben kennelijk de vakman. Wat lekker hè, die gin tonic. Heerlijk, heerlijk. Is deze voor jullie, voor de omroep? Ah, lekker. Oeh, heerlijk. Volgens mij krijg je hier een ballonnetje aangeboden hoor. Volgens mij is het maar... Is toch legaal? Hallo. Als je nu zoent, dan heb je een miljoenenpubliek. Wat zei je? Als je nu zoent, heb je een miljoenenpubliek. Zweer je dat? Ja, ik zweer het je. Echt? Ja. Kijk al, heerlijk. Ben jij nog geen lid van PowNed? How dare you? Word dan nu lid van PowNed en klik op de link in de video of in de beschrijving. Ah, lekker. Oh.